Dat was vroeger, stond het ook in Leuven, dat was een vrij groot spookhuis waar je met kaartjes in reed, waar spoken bewogen en zo. Dat is echt iets dat je ook niet veel meer ziet. Want uiteindelijk is dit een kermis van de jaren 70, 80. Nog in feite een kermis zonder leds, met meer lampen, wat je ook op mijn kermis meer ziet. En persoonlijk vind ik nog de mooie kermis van toen. De kermis zelf vraagt ook onderhoud. Het is vooral alleen in de winter dat je aan werk en dat is dan bijvoorbeeld kramen die moeten hersteld worden of molens en zo. Maar af en toe maken we nog wel zaken bij, sowieso. Want voor de kinderen hebben we nog een paar dingen gemaakt en zo. Dus dat blijf ik doen, dat blijft kriebelen ook. Hè. Er zijn nog attracties die ik wil maken. Bijvoorbeeld de kleine kindermolen, die heb ik nog niet. Dat zou ik nog wel eens willen maken. Dat is ook iets kleiner, dus dat kan ik ook nog meenemen. Want uiteindelijk is het een grote vervoer hè, voor alles mee te krijgen. Dus veel grote attracties kan ik verder niet mee maken. Ik vind altijd mooi, een kermis moet in feite in de stad staan. Dus tussen gevels vind ik veel mooier dan een stad die gewoon ergens buiten de stad staat. Uiteindelijk is het ideaal dat zo'n kermis in het hart van de stad staat en dat probeer ik hier ook te realiseren. Nee, dat nog niet. Maar het is wel zo dat ik al een paar keer in het buitenland gestaan heb. En wat ik nu probeer te doen, is echt in mijn regio staan. Echt in Brabant staan, kort in de buurt. En er zijn nog genoeg mensen die dat willen zien. En dat probeer ik nu wel te realiseren. Het probleem is dat reuzenrad echt opgebouwd wordt zoals een echt reuzenrad bestaat in feite. Hè. En het is 2,10 meter hoog. Het weegt iets van een 110 kilogram. Het is helemaal gemaakt met koper spaken. Het is dus een enorm opbouwwerk. En elk stukje, elk boogje is apart. Dus met elk boogje moet je met de hand monteren. Dus ik heb in feite iets van 2000 stukjes dat ik moet monteren. Vooral het moeilijke is dat je een cirkel helemaal moet rondkrijgen. En dat zijn allemaal aparte deeltjes die gegoten zijn geweest. Dus ik heb zo één deeltje gemaakt in hout. Dan heb ik daar een siliconen mal van gemaakt. En dan heb je gegoten en dat je de cirkel helemaal mooi rond krijgt. Dat is natuurlijk wel de grootste uitdaging. En dan wat er ook heel veel werk was, waren al die lampjes erop te krijgen. Dat is een heel werk aan solderen en zo, en het moet dan ook allemaal werken. En vooral ook, het moet er allemaal afbreekbaar zijn. En zoals ik dat net vertelde, dat zijn heel veel deeltjes, want al die pinnetjes moeten uitgetrokken worden, die moeten allemaal ontmanteld worden. Dat is ook een heel gewicht voor op te bouwen. En het moet natuurlijk ook draaien, dat is de bedoeling. Ik moet eerlijk zeggen, als ik mijn vrouw leerde kennen, heb ik de eerste zoen gegeven van boven het reuzenrad. Dat is nu echt waar. En ja, dus daarom dat ik dat ook Cupido noem natuurlijk. Hè. Dat kan niet anders. Dus plaatsen ze elkaar aan, dat is in feite een traamplat, of noemen ze het. Wat dat veel op de kermis gebruikt wordt, heb ik ook proberen na te bootsen hier. De mensen gaan hier binnen, hier moet ze eerst betalen. Dan gaan ze daar in de groen gaan ze een moren parkeren. En dan komen ze ginderpug uit en dan hier is de uitgang. Het zijn groenels die gegoten zijn ook op dezelfde manier in polyurethaan. Dus ook eerst in hout gemaakt. Dat is een heel oud reuzenrad is en dat zijn dus de groenels, ja. De as is heel belangrijk. Nu moet ik wel zeggen dat er nog juist een paar lampen niet branden, maar die ga ik nu herstellen. De as is heel belangrijk voor het geheel te dragen. Dat is dus een centrale as, een zware as die moet veel kunnen dragen. En waar ook de elektronica in steekt voor de verdeling van de lichten. Ik heb over 2 weken of 3 weken geleden nog in de VIA gestaan, in Tiene. En daar had ik volgend jaar wel met mijn reuzenrad alleen staan, ook omwille van het feit dat die technische klassen daar toch wel interesse in hebben, ja. En ook een grote. Ik heb ook er een aantal grote in de polyurethaan, maar die figuurtjes vind ik dat je dat nodig hebt voor de kermis tot leven te krijgen. Als een kermis waar geen volk op staat, dat is normaal, dus je moet een beetje leven hebben op de kermis. Ja. Ja, en als je goed kijkt, kan je ook zien dat er 2 bakkers zijn. De voorgebakken friet die is nog een beetje geler. En dan de echte gebakken friet, oké, dan is knapperig voor te eten. Hè. Detail, ik vind dat wel leuk voor te kijken. En vooral als je die kraam hebt, dat je kan kijken en dieper kijken. En echt tot die details
gezien. En vooral op die schaal is het ook wel vrij moeilijk. Allee, het is geen gemakkelijke schaal. De schaal is ongeveer 1/25, maar die details maken het heel mooi. Ik wil zeggen, als je in de kamer binnenkomt, die zit de kermis, maar dan kan je nog een dimensie verder gaan kijken. En dat is de bedoeling verder. Absoluut, ja. Alles is op 1/25 gemaakt. Ook de vrachtwagens, want wat ook belangrijk is, de meeste attracties kan je ook afbouwen op de wagens die erbij horen. Dus zoals in echt dat je die in feite kan afbouwen op wagens. Ja.